Hey, goedemorgen. Weer even een smoothie alert vlogje van mij. Vorige week had ik er eentje met, ook met acai, maar dan met een bietje erbij en de bosvruchten. Maar nu had ik een halve banaan over in de koelkast en ik dacht, nou, ik heb ook nog bosvruchten. En Forever Beautiful gebruik ik dan van de superfoods. Daar zit al acai in en chiazaad en maca en acerola en blueberry. Dus het is eigenlijk al een mix in één. En het maakt je huid stralend en zorgt zeker ook voor antioxidanten. Die de vrije radicalen in je lichaam kunnen vangen. Dus ik heb gedaan een wat diepvriesfruit, bosvruchten, blauwe bessen, rode bessen. Nou, zo'n zak all in. En dan met... En daar schep je Forever Beautiful, de halve banaan. En dan is hij eigenlijk al super, want door diepvriesfruit wordt het ook een beetje een smoothie bol. Ik heb het nu in een glas gedaan, maar eigenlijk kun je er net zo goed nog wat granola bij doen. Ik heb hem nog niet geproefd. Hij is wel heel koud. Voor mij is hij wel te koud. En waarom is hij nou een beetje zo zuurig? Wat ik erbij heb gedaan, tip van een vriendin, vlierbessensap. Waarom vlierbessensap? Maar waar vind je dat in godsnaam? Nou, dat vind je niet zomaar. Bij de Ecoplaza en de Markt heb je ze wel, maar ze waren allemaal al uitverkocht. Dat was de allerlaatste. En dit is ook puur vlierbessenoersap. En vlierbessen schijnen supergoed te zijn voor je lichaam om resistent te worden tegen virussen. Of in ieder geval om virussen te weerhouden daarvan. Dus ze zorgen voor jou in ieder geval weer voor een immuunbooster. Dus het vlierbessensap, dat doet het hem vandaag. En ik zou zeggen, cheers!